Mijn naam is Niels en op 30 december zal ik, vanuit een gevoel van plichtmatigheid, de A10 oplopen en het verkeer blokkeren. Ik wil namelijk dat heel Nederland te weten komt waar de ING mee bezig is. 60 miljard euro. Dat is het bedrag waarmee de ING de klimaatcrisis gefinancierd heeft sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Dat is 8 jaar lang 20 miljoen euro per dag. Terwijl we nu in een klimaatcrisis zitten. We zitten nu al op 1,2 graden opwarming, waarbij alle weerrecords afgelopen jaar al zijn verbroken. Als de kinderen van nu volwassen zijn, zitten we op 2 graden, met ineenstortende voedselvoorzieningen en 1 miljard migranten over de hele wereld. Als hun kinderen dan weer groot zijn, dan is onze wereld onleefbaar. Ondanks dat iedereen geraakt zal worden, zullen de landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis het hardst getroffen worden. En toch jaagt de ING de klimaatcrisis iedere dag weer verder aan. En ondertussen blijven ze maar liegen en bedriegen dat ze zo goed bezig zijn en dat duurzaamheid hun prioriteit is. ING moet per direct stoppen met alle financiering van de fossiele industrie. En ik zal blijven herhalen dat ING makkelijk vandaag nog kan stoppen met fossiele financiering, want hun geld gaat naar nieuwe fossiele projecten. En als ze stoppen, dan kan jij morgen dus gewoon nog tanken. ING heeft een morele verplichting om dit te doen. En daarom loop ik op 30 december om 12 uur de A10 op. En ik hoop dat samen met jou te doen. Kijk op a10blokkade.nl voor meer informatie.